Waar is het fout gegaan? Ja, we hebben denk ik vandaag heel slecht verdedigd. We hebben zeker de eerste half uur uitstekend gespeeld. Uitstekende goals gemaakt. We hebben alleen heel slecht verdedigd. En, tegen de NAC dat met hun kansen heel effectief is omgesprongen. En wij heel erg slordig, zeker de tweede helft. Hoe komt het dan? Jullie verdediging staat normaal gesproken als een huis. Dat die vandaag niet staat? Ja, ik denk dat het zeker bij de voorrust bij 2-2. En dan na rust staan we gewoon te slapen. Komen we heel slecht komen de kleedkamer uit. En dan wordt het heel snel 3-2. Ja. En dan is het wel heel vaak een mentale kwestie. En, ja, volgens mij krijgen we nog één of twee kansen. Met Jermaine en Jonathan. Dan kan je zo nog maar 3-3 maken. En dan kan je zelfs nog de wedstrijd winnen, denk ik. Maar al met al denk ik dat NAC heel effectief is omgegaan met hun kansen. Ik denk dat ze de 4 of 5 hebben. Ik denk 4 hebben gehad en 4 goals gemaakt. En we hebben er denk ik een stuk of 6-7 gehad. En we maken er maar te weinig. Hoe komt het dat het vandaag verdedigend zo slecht stond? Ja, hoe dat komt, je hebt soms van die wedstrijden. Hè? En, soms is dat de vorm van de dag. En, ik ben zeer ontevreden over bijvoorbeeld de manier waarop we die eerste goal tegenkrijgen. Ik bedoel, een fout maken op het middenveld, dat kan altijd, de verkeerde pas. Maar als je dan zo instapt, dacht ik, en dan ook nog half uitkleedt. Ja, dat is, op ons niveau is dat ondenkbaar. Is dat dan gewoon scherpte van de verdedigers wat vandaag ontbrak? Ja, je kan dat scherpte noemen, je kan dat concentratie noemen, maar het is wel invloed natuurlijk. Zeker de manier waarop, die eerste twee goals. Heeft het uitvallen van Isaacson er nog mee te maken? Want op dat moment hadden jullie er pas 1 tegen en daarna volgen er nog 3. Nee, helemaal niet, want ik denk niet dat, dat onze andere keeper... Misschien de coaching van achteruit, ik probeer ook maar iets te verzinnen. Ja, nee maar hij heeft gewoon dat gedaan wat van hem werd verwacht en van Kaju. En hij heeft niks met Isaacson te maken. Ik vind wel dat Isaacson, die was al wat schipperig. En, het is onverstandig om toch te starten. En, het is zijn verantwoordelijkheid. En, misschien had ik hem wel niet moeten laten starten, want ik heb daardoor wel 1 wissel minder. Heeft u overwogen om eerder aanvallend te gaan wisselen? In welke fase bedoel je? Nou, u bracht Koevermans nu vrij laat daarvoor. Bracht u weliswaar Engelaar, maar dat was nog niet echt een aanvallende wisselen. Het idee had van, misschien willen jullie wat meer druk naar voren creëren. Nee, maar met Ibrahim achter de spits krijg je wel wat meer beweging, meer bewegelijkheid daar. Omdat de ruimtes waren vrij klein. En ik vond dat Ola niet echt in de wedstrijd zat. Zeker niet na die tegengoal die we kregen. En ik denk dat er met Ibi daar allemaal wat bewegelijker is. En dat we wat meer kansen kunnen creëren. Tot slot, jullie zaten eigenlijk in een zetel, de concurrentie op achterstand. Ja, dat is wel heel pijnlijk dan zo'n avond, of niet? Ja, deze doet zeer. En zeker, de manier waarop wij de tweede helft hebben geacteerd. Dat is, dat was voor mij een verrassing dat we eigenlijk geen schim waren van bijvoorbeeld de eerste half uur. Ja. En dat is een beetje een raadsel voor mij.